Wat ik gemerkt heb aan mijn onderzoek, is dat degene die meer omgaan met Nederlanders, en of degene die meer omgaan met een gemixte groep, hè, dus van verschillende culturele achtergronden, die doen het echt beduidend beter dan degene die alleen maar met mensen omgaan met dezelfde Marokkaanse islamitische wortels. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik twee mannen heb ontmoet, die, waarvan één de Indische achtergrond heeft en die heel goed feilloos aanvoelde ja, wat het betekent om een migrantachtergrond te hebben en wat het betekent om te integreren. Dus die heeft me daarin kunnen begeleiden, al geholpen ook. En die heeft me ook geïntroduceerd bij zijn Indische familie. Ja, wat scholen kunnen doen is ze die, dat aanbod ook geven, maar ze ook daarin gericht sturen. Dus ook enthousiasmeren, activeren, om ja, niet alleen maar met school bezig te zijn, maar ook met, juist met buitenschoolse activiteiten is heel belangrijk. Dus daar kan de school zeker aan bijdragen. En wat de school ook aan bij kan dragen is kijken naar hoe ze de uitval onder deze doelgroep, want er is ook een, ene kant doen ze het goed op het gebied van onderwijs, maar er is ook een uitval onder deze doelgroep, die is ook wat hoger dan onder autochtonen. Zowel dalend de afgelopen jaren, maar altijd nog hoger. En dat heeft te maken met het feit dat ze niet goed genoeg, denk ik, begeleid worden op de hogescholen of universiteit. Men gaat er te gemakkelijk vanuit ja, dat ze hebben geleerd van thuis uit om zelfstandig te werken, om ja, wat we noemen competentiegericht onderwijs. Dat werkt bij deze jongeren niet altijd. Daarin zullen we toch deze jongeren ja, meer gerichte aandacht geven, zonder ze te trouwens stigmatiseren. Niet voor iedereen geldt dat, maar er zijn zeker jongeren die daar behoefte aan hebben.